Welkom bij de F1 Vandaag van 6 december. Ik ben Daniël de Ruiter. Naast mij zit de hoofdredacteur van GPblog, Tim Kraaij. En daarnaast de F1-purist Gandor Bronkhorst. Hallo mannen. Goedemorgen. Ja, jij ook. Hoi Gandor. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, dankjewel. Hey, het is toch best een volle uitzending hebben we nu. We doen de F1 Vandaag van nu nog maar in de winterstop 1 keer per week op de woensdag. En dat levert direct een volle uitzending op. Je hebt er zin in. Met z'n drietjes aan tafel. Beginnen met het nieuws. Alsof ze wisten dat wij deze ochtend zouden opnemen. Precies. Gisteravond. Toch nog even een paar korte dingetjes eruit gooien. Nou, precies. Je hebt een mooi voorzetje. Want het begon gisteravond. Of het is het begon. We hebben meer dan dit. Maar gisteravond was het even druk op de website. Kwam naar buiten dat de FIA onderzoek gaat doen naar Toto Wolff, Susie Wolff, familie Wolff. We hadden het er vrijdag al eventjes over. Wat is er aan de hand? Mogelijke belangenverstrengeling. Er wordt gekeken naar wat speelt de een door aan de ander. Wij wisten toen al te melden dat Ben Solheim, de FIA-president, op de hoogte was ervan. En nu hebben ze ook laten weten de FIA aan het Mercedes-koppel of aan Toto Wolff en Susie Wolff gaan jullie onderzoeken. Nou ja, kijk, wel even voor de verduidelijking. De FIA heeft geen namen genoemd. Iedereen wist om wie het ging. Ja, oké. Hele goede side note. Maar de FIA kwam naar buiten met het bericht dat ze een onderzoek gingen instellen naar de integriteit van een teambaas in de Formule 1. Ik lees hem even voor inderdaad. Ze zeggen, de FIA is op de hoogte van speculaties in de media over de bewering dat een lid van het FOM-personeel vertrouwelijke informatie zou hebben doorgespeeld aan een F1-teambaas. De afdeling compliance van de FIA onderzoekt de zaak. Inderdaad, dat is het enige wat is gezegd. Ja, kijk. Het bizarre blijft natuurlijk, en jullie hebben het hier vrijdag natuurlijk ook over gehad, hè, het is niet heel vreemd dat een man iets vertelt aan zijn vrouw en andersom. De vraag is meer, wat gebeurt er daarna met die informatie? En kijk, dat is natuurlijk iets waar de FIA en waar de FOM vooraf over na hadden moeten denken, voordat ze in dit geval Susie Wolff aanstelden als F1 Academy Director. En natuurlijk waarbij ze onderdeel is van gesprekken bij de FOM, gesprekken met de FIA. En weet je, niet alle gesprekken die daar worden gevoerd zijn relevant. Zijn relevante informatie voor de teambaas van Mercedes. Maar ja, sommige gesprekken natuurlijk wel. En ja, dat gaat aan de keukentafel heus wel ter sprake komen. En kijk, en dan is het uiteindelijk wat daarmee gebeurt. En blijkbaar hebben beiden nu zo gehandeld, als we de geruchten moeten geloven. Beiden hebben nu zodanig gehandeld dat zowel de andere teambazen als de FIA, dus van beide kanten, is er nu enige argwaan over dat er wel iets te veel met die informatie wordt gedaan. En dat schijnt dus te ontstaan. Dit hele gerucht schijnt te ontstaan vanuit een anonieme teambaas. Meerdere anonieme teambazen die hebben gemeld, die dus iets denken te ruiken daar, zeg maar. Iets fishy. Ja, laten we vooropstellen dat als Susie Wolff het exact hetzelfde reageert als mijn vriendin als ik 's avonds over Formule 1 begin te praten, dat er dan niks aan de hand is. Ik slaap gerust via, er wordt geen informatie doorgespeeld. Ze luistert toch niet. Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat ze wel naar elkaar luisteren. Zij kijkt niet, begrijp ik hieruit. Nee, dat denk ik. Maar nee, want ze zijn wel geabonneerd. Dit gaat over Formule 1. Op TV Vandaag bedoel je? Ja, nee, dit wordt niet bekeken dit. Je kan zeggen wat je wilt. Zo haar en worst zijn, ja. Maar overigens, ja, als wel luisteren, ook grappig natuurlijk. Maar kijk, wat hier speelt, namelijk dat Susie Wolff op een hoge positie binnen de FIA zit en dat Toto Wolff de teambaas is van een team wat op de Formule 1 grid staat. Dat wisten we al. En allebei die dingen wisten we al. Dus volgens mij hebben we hier te maken met een knap staaltje mediawaarheid, waarin eigenlijk alles al lang out in the open is. Alleen ineens, direct na het seizoen, als er niks meer te bespreken is en als iedereen een beetje denkt van joh, het valt een beetje stil, het valt een beetje dood, laten we dit maar eens naar buiten gaan brengen. En ineens wordt er dan over geroddeld van, zouden ze informatie hebben gedeeld met elkaar? Nou ja, ik weet wel dat 1,5 jaar geleden heb ik een video opgenomen waarin we inderdaad wel benoemen dat het een beetje gek is allemaal. Maar goed, draaien we de andere kant op en zeggen we, ja, maar ze was de Formule 1 Academy. Wat zouden ze daar nou kunnen bespreken? Wat ze daar nou echt zo belangrijk zijn dat het zo ontzettend geheim is dat zelfs een teambaas van de Formule 1 niet weet. Ik denk dat er heel weinig dingen zijn die zij nou echt zo hebben kunnen doorspelen. En zelfs dan had diezelfde afdeling compliance, die nu ineens in actie komt, ver voor die tijd al lang moeten zeggen van ho eventjes, dit stukje informatie mag mevrouw Wolff niet weten, want zij is nou eenmaal met Toto Wolff samen. Dus die verbolgenheid waarmee Toto Wolff nu reageert en Mercedes nu reageert, ja, dat snap ik allemaal wel. Want het is, kijk, natuurlijk, het smells fishy, dat wisten we allemaal al. Maar ja, hoezo gaan ze daar nu pas onderzoek naar? Maar de FIA heeft, de commissie heeft Susie Wolff denk ik ook wel aangesteld met de wetenschap van dit, toch? Hè? Van, ze wisten toch dat ze getrouwd waren met z'n tweeën? Maar over de mediawaarheid, bedoel, waarom gaat de FIA nu toch onderzoeken? Er is wel dan iets aan de hand. Zou de FIA zo onderhevig zijn aan media-aandacht dat ze daar... Dat blijkt wel uit het statement. Want in het statement staat dat ze onderzoek gaan doen omdat media berichten over dit verhaal. En één is dat natuurlijk een beetje vreemd, want het komt maar van één bron. Business F1 is het blad wat het heeft gebracht. En vanuit daaruit wordt het dan natuurlijk verspreid via meerdere media die bron overnemen. Zij hebben een anonieme teambaas gesproken en op basis daarvan komt dat bericht naar buiten. Op basis van die berichtgeving gaat de FIA een onderzoek doen. En dat is natuurlijk wel een beetje de omgekeerde wereld. Want dat had vooraf gemoeten. En punt 2 vind ik het nog. Kijk, uiteindelijk... je weet dat vooraf en dan kan je afspraken maken. En tuurlijk wordt er gesproken aan de keukentafel. Of waar ze ook met z'n tweeën hun tijd besteden. Tuurlijk wordt er gesproken aan de keukentafel. Het gaat er uiteindelijk om, wat doet Toto Wolff met de informatie die hij van Susie Wolff aan de keukentafel krijgt? En eigenlijk, waar het om gaat, is wat heeft hij daar uiteindelijk mee gedaan? En andersom, wat heeft Susie Wolff met de info gedaan die ze van Toto Wolff krijgt? Want het zijn natuurlijk ook besprekingen van F1-teams. Het komt vanuit een teambaas. Dus die zal misschien ook wel het gevoel hebben dat... En dat was natuurlijk het eerste wat naar buiten kwam, is dat de teambazen niet blij waren met teammeetings tussen teambazen, waarvan informatie een uur later op de stoep uit de mond kwam van Greg Maffei van Liberty Media. En kijk, dat zijn natuurlijk wel, als teambazen onderling kan je geen vertrouwelijke gesprekken meer voeren. En natuurlijk zijn er altijd lekken binnen zo'n groep, maar het feit dat er zo'n directe lijn loopt richting Liberty Media, terwijl dat je als F1-team soms ook wel eens dingen wil bespreken die even niet bij de rechterhouder van de F1 moet komen te liggen, niet bij de commerciële partner van de F1 komen te liggen. Weet je, dat zijn gewoon belangenverstrengelingen die daar botsen. En nogmaals, op het moment dat het zou ophouden bij die keukentafel en Toto Wolff doet niks met die informatie, of Susie Wolff doet niks met die informatie, dan is het prima, want dan blijft het binnen huis. Alleen blijkbaar, als we de geruchten mogen geloven, heeft Toto Wolff wel wat gedaan met de informatie die hij kreeg van Susie Wolff. Of heeft... Ja, ik zat te denken, dat is een oude die open, kan natuurlijk heel veel spelen. Wat zou er eventueel doorgespeeld kunnen worden? Wat ik nu, het enige wat een beetje naar boven komt in de media, wat bekend is in de media, het is onder de F1-fans, is de samenwerking van F1 Academy en Formule 1. Die teams moeten een vrouwelijke driver in de F1 Academy plaats. Maar dat terzijde, jij begon net over de reactie van Mercedes, de reactie van Susie Wolff. Daaruit werd eigenlijk duidelijk dat het om Mercedes ging. Hè? Want dat werd niet gezegd in die FIA-verklaring. Mercedes reageerde, het team heeft geen communicatie ontvangen van het FIA Compliance Department over dit onderwerp. En het was zeer verrassend om via een verklaring in de media over het onderzoek te horen. We verwerpen de bewering in de verklaring en de bijbehorende media-aandacht volledig. Nou, kijk, omdat deze ten onrechte de integriteit van onze teambaas aantast. Kijk, dat is natuurlijk ook een beetje kletskoek, want ze hoeven helemaal niet per se vooraf het team in te lichten. Dat is een beetje een ego-spelletje. Maar dat vind ik wel. Want... Nou ja, kijk, ze kunnen best zeggen van ja, we gaan een onderzoek instellen. En als ze tegelijkertijd een bericht naar buiten brengen met we gaan een onderzoek instellen... Ja, dat is vrij logisch en dat mag ook. Dat is ook normaal. Je hoeft niet per se iemand van tevoren te verwittigen van we gaan straks een bericht naar buiten sturen. Dat hoeft helemaal niet. Maar het is toch wel bijzonder dat je het wel naar de media communiceert en niet naar het F1-team zelf. Eerlijk is eerlijk, het lijkt mij heel sterk dat er niet ook tegelijkertijd een bericht zou uitgegaan zijn naar Mercedes. Al is het precies hetzelfde bericht. Daar heb ik zwaar mijn twijfels over, de FIA kennende. Het is natuurlijk een beetje een maffe situatie. En die compliance-afdeling heeft natuurlijk sowieso boter op het hoofd. Maar dat hebben ze bij Mercedes, bij de familie Wolff ook. Want kijk, als jij welke hoge baan je ook bekleedt, en dan heb ik het over serieus hoge baan, dan zul je altijd gescreend worden. Je moet in Nederland een AVG inleveren. Een verklaring van goed gedrag. Of je moet even met HR gaan praten. Je moet aangeven welke familieleden zitten in belangenverstrengelende posities. Nou ja, dat moet je allemaal openbaren. Nou. Het lijkt mij heel sterk dat Susie Wolff niet heeft gezegd dat ze is getrouwd met Toto Wolff. Ja. Dat is die Via moet ervan weten. Maar Susie die reageerde ook nog. En die reageerde nog, eigenlijk nog verbolgener. Zoals dat een goed woord is. Die zegt het volgende. Op X schrijft zij: ik ben zwaar beledigd, maar helaas niet verrast door de publieke aantijgingen die vanavond zijn gemaakt. Ja, het doet me pijn aan mijn hart dat mijn integriteit in twijfel wordt getrokken. Vooral als het wordt geworteld lijkt te zijn in intimiderend en vrouwonvriendelijk gedrag. En meer gericht is op mijn burgerlijke staat dan op mijn capaciteiten. Ja, zoals ik al zei, het is dus een ego-kwestie. Kijk, er is niemand die roept van dit gebeurt omdat je vrouw bent of iets van die aard. Die twee zijn met elkaar getrouwd. Er is belangenverstrengeling. Fine. Maar het is wel een ego-kwestie van haar dat ze zich eventjes voelt dat ze overgeslagen is eigenlijk. Ja. Nou ja, snap ik wel. Hey, gaan we door? Blijven we toch wel tussen gaan door, maar we blijven wel eventjes bij pijn. Pijn bij Wolff en de FIA over 2021. Ik zal slag verschijnen. Wolff heeft zich weer laten gaan over Masi. Hij zegt: Wolff vergeeft Masi zijn fout van 2021 niet. Hij is een idioot, zie ik staan op GPblog. Heftige uitspraak. Waar gaat het om? Nou ja, dat weten we allemaal. De FIA heeft na 2021 toegegeven dat er een fout is gemaakt in de wedstrijdleiding. Mede waardoor Max Verstappen die laatste race in Abu Dhabi heeft kunnen winnen. Hamilton zijn 8e titel niet kunnen halen. Wolff nog steeds verbolgen daarover. Wolff zegt: ik wil geen minuut verspillen met denken over de redenen waarom het gebeurde, omdat de man, Masi, te veel eer zou geven. Hij is gewoon een idioot die de verkeerde beslissing heeft genomen. Hij is er toch nog steeds mee bezig. Dus ja. Die ene minuut is dan slecht besteed. En ik denk dat alle minuten die wij erover praten ook slecht besteed zijn. Als ik heel eerlijk ben. Nee, maar misschien andere. Ik snap de verbolgenheid wel van Wolff. Echt best wel goed eigenlijk. Het is geen goed verliezer. Laten we daarop houden. Nee, je kan toch op een gegeven moment gewoon wel een keer zeggen van: ik doe in interviews geen uitspraken meer over Abu Dhabi 2021. Dat zou je toch als persvoorlichter een keer kunnen voorstellen. Je zou dat als volwassen teambaas toch ook een keer denken van: goh, ik ga het daar niet meer over hebben, want ik weet dat ik daar... Ja, vooral sportief man. Je toont de karakter door dat een keer te laten gaan. Ik vind bijvoorbeeld dat Hamilton, die heeft dat vorig jaar nog best wel veel erover laten horen. Die laat het dit jaar laten gaan. Ja, en ik vind het voornamelijk gewoon... kijk, dat daar altijd pijn zal zijn van dat jaar. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Hè, dat seizoen en die finale is zo gelopen zoals die is gelopen. En daar zal iedereen zijn mening over hebben of dat terecht of niet terecht is. En dat maakt ook allemaal niet uit. Maar je kan vanuit het Mercedes-perspectief begrijpen... Laten we het zo zeggen, als het voor Nederlanders de rollen waren omgedraaid... dan hadden wij hier ook nog steeds moord en brand geschreeuwd over Michael Masi. Alleen ik vind het wel... zo'n man, Michael Masi, heeft op dat moment een beslissing genomen. Nou, daar is hij achteraf voor aan het kruis gehangen, want hij heeft... hij is zijn baan kwijt. Hè? Ja, hij is zijn baan kwijt. Hij is natuurlijk beschimpt tot op het bot door Mercedes. En nu nog steeds. En ik vind wel, weet je, die man is nu al lang vertrokken uit de F1. Die komt niet meer in de media. Die kan zich niet verdedigen. Wil zich ook niet verdedigen. Waarom moet Toto Wolff zich keer op keer gewoon zieloos uitlaten over zo'n man? Waarvan ik ook denk, ja, weet je, die man heeft uiteindelijk op dat moment... een foute keuze gemaakt. Ja, weet je, 2 jaar later kan je dat toch op een gegeven moment wel een keertje laten. Want die man die heeft ook gewoon vrouw en kinderen, denk ik. Die gaan ook gewoon naar school. Die lezen die berichten ook. Dat je denkt van ja, weet je, laat dat op een gegeven moment gewoon een keer lopen. Want ook dat is gewoon een man die verder zijn leven weer verder wil oppakken. Ja, precies. Het is natuurlijk misschien wel een goede nuance. Of zo'n manaanval is natuurlijk, kan heel kwalijk uitpakken. Kritiek op de wedstrijdleiding is begrijpelijk, zoals je zegt. Als het andersom was geweest, was dat natuurlijk... Verstappen had hem verloren, waren we daar ook verbolgen over geweest. Je ziet het nu met Massa. Die is natuurlijk ook verbolgen. Dat is natuurlijk een andere situatie. Maar ik snap het wel van die coureurs en van die teams... Die coureurs die kunnen wel rekening houden met een botsing. Hè? Of een crash, of een motor die uitvalt. Maar een onsportieve wedstrijdleiding... Dat vraagt wel veel karakter van iemand om dat te laten gaan. Kan ik me voorstellen. Ja, maar wij... neem nou voetbal. Nee? Je gaat toch niet nog 20 jaar later... nog steeds een scheidsrechter aanvallen... Nee, omdat die een penalty wel of niet heeft gegeven? Weet je, het gaat heel veel. De kansen zijn klein. Er onderzoek gedaan moet worden naar Balestre. Zijn rol in Senna versus Prost. Daar lusten de honden geen brood van. Maar we voelen ons toch allemaal heel erg een klein beetje weer in datzelfde probleem gezogen worden. En uiteindelijk moet je gaan analyseren wat daar precies is fout gegaan. Het enige wat je zou kunnen stellen dat Masi, wat hij een klein beetje fout heeft gedaan... is dat hij niet alle auto's heeft laten passeren, maar alleen de auto's tussen Max en Lewis. Nou, dat, in elk ander geval was dat een foutje geweest waar iedereen gewoon overheen gelopen was. Alleen omdat het nu iets verstrekkende gevolgen leek te hebben. En omdat die constant wordt herhaald in Mercedes dat daar wat fout is gegaan, lijkt het net alsof het een gigantische fout is. Maar als hij had gezegd van alleen, niet alleen die nummers, maar alle nummers mogen inhalen, dan was er alsnog helemaal niks aan de hand geweest. En dan had Max Verstappen alsnog kampioen geweest. Ja, maar nee, maar kijk, dat is natuurlijk niet waar. Als je uiteindelijk de regels had gevolgd en hij had al die auto's doorgelaten, dan stond in het reglement dat je die ronde moet wachten. En dan had nooit die laatste ronde verreden worden. Dat was natuurlijk waarom hij maar een paar auto's doorliet. Ja, wat ik dus eigenlijk probeer te zeggen is dat het heeft heel lang geduurd voordat die auto's eigenlijk er doorheen gelaten mochten worden. Terwijl we hebben allemaal toen al 3-4 rondes naar een optocht zitten kijken van oké, gaan ze nog racen of niet? En ik vraag me zelfs af, ik durf me echt af te vragen, zou Verstappen zou die niet eigenlijk ook gewoon kampioen zijn geworden? Alleen dan 3 bochten later, wanneer die lapcars toch nog tussen hadden gezeten. Ja, maar goed, dat is natuurlijk een hoop wat als. Die waren natuurlijk allemaal aan de kant gegaan, alsof ze een curbstone waren. En Verstappen was dan misschien 2 seconden later bij Hamilton. Nou, wat ik wel begrijp, zo uit dit gesprek wat we nu ook weer over hebben, het is nog niet helemaal af. Je wordt toch weer in die discussie gezogen en je merkt dat direct. Hè? Ik bedoel, het is nog steeds voor iedereen. Mij is af. En ik vind Michael Masi helemaal niet zo'n enorme. Nee, maar totaal niet voor iedereen. En waarom, een menselijke keuze. Waarom het zo wordt opgeblazen door Wolff, denk ik ook dat die kansen zijn natuurlijk gewoon ontzettend klein voor een coureur. Hè? Kom je in de F1, dat is al een kans op 1 op miljoen... om dan nog kampioen te worden. Waarom hij het natuurlijk uiteindelijk zo persoonlijk maakt, is omdat Masi zijn eigen plan heeft getrokken. En dat is natuurlijk waar Masi achteraf ook op wees. Er is een bepaalde regel waarin je de vaste regels kan omzeilen. En dat is wat Mercedes hem tot op de dag van vandaag heel erg kwalijk neemt, is dat hij niet gewoon de regels heeft gevolgd. Als je de regels had gevolgd, dan had je alle auto's gewoon voor moeten laten. Zoals je dat hele jaar natuurlijk hebt gedaan. In elke andere race. En als er geen WK op het spel had gestaan, had hij alle auto's voorgelaten. En had de race gewoon gefinished achter de safety car. 100% in elke andere race. Alleen omdat het de seizoensfinale was, heeft Masi sneller gehandeld. Zo van, ik wil het seizoen niet op deze manier eindigen. Ik wil nog een ronde race en daarmee het seizoen afsluiten. Alleen door die persoonlijke keuze te maken, heeft hij wel een hele grote invloed gehad. Hoe je het nou bent of keert, heeft hij een hele grote invloed gehad op hoe dat seizoen is afgesloten. En de uiteindelijke winnaar in dat weekend daardoor is bepaald. En nogmaals, daar kan je van vinden wat je wil, maar hij heeft daarin compleet zijn eigen plan getrokken. En daarin kan je natuurlijk wel Mercedes begrijpen dat ze dat op dat moment zeker Masi persoonlijk heel erg aanrekenen. Alleen vind ik wel, dat moet je 2 jaar later op een gegeven moment wel ergens een keer hebben laten gaan. Die man heeft een keuze gemaakt, is daarvoor gestraft. Laat het. Ja. Dan gaan we door naar Ferrari. Of vind ik nog steeds dat je de wedstrijdleiding de schuld moet geven en niet de persoon. Nou, precies. Ik denk dat Tim zegt, een common ground, toch? Ja. Want hij zit daar. Hij maakte deze keuze. Het is net hetzelfde als een politieagent met de naam Willem Willemsen je aanhoudt als een politieagent zijn. Die geeft jou een boete. Jij vindt die boete eigenlijk volstrekt onterecht. Ja, dan kun je niet, als je Willem Willemsen later in het winkelcentrum tegenkomt, zeggen dat het een eikel is en dat hij zijn werk verkeerd doet. Maar dan is hij gewoon een burger. En datzelfde geldt voor Michael Masi. Door de hele tijd te beuken op de persoon Michael Masi, gaat Toto Wolff echt aan alle kanten zijn boekje ver te buiten. Ja, je kan de FIA en ja, je kan de regels en ja, je kan dat allemaal de schuld geven. Alleen constant de persoon aanvallen, dat is echt laakbaar gedrag. Ja. Hoe je het bent verkeerd. Dan Ferrari. Daar zijn ze bezig met de line-up voor volgend jaar en de jaren daarna. Leclerc en Sainz. En het komt weer naar boven. Surprise, surprise. Leclerc is het favorietje. Het zijn geruchten, maar dit is wat we horen. 5-jarig contract voor $50 miljoen per jaar voor Leclerc. En Sainz mag blij zijn met een 1-jarig contract. Het is wel sneu. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, doet Sainz echt zo ver onder voor Leclerc dat hem 4 jaar minder geboden kan worden? Nou ja, kijk, vanuit een bedrijfsstructuur en vanuit een Formule 1 bedrijfsstructuur helemaal is het heel logisch. En daar hebben we natuurlijk vaker de hele Esteban Ocon zagen en wat dienstlang een contract voor problemen heeft bezorgd bij Alpine. Daar hebben we al genoeg over gezegd. Daarmee kan je zien wat lange contracten voor niet je eerste coureur voor problemen kunnen bezorgen. Dus dat je kiest voor 1 coureur met een lange contract en 1 coureur met een korter contract, heel begrijpelijk. Dat daarin de verhouding meer valt naar Leclerc, begrijp ik ook. Want het is een jongen vanuit de eigen opleiding. wordt toch wel gezien als een coureur met meer potentie. Zeker over één ronde natuurlijk heel snel. En de lieveling van Vasseur. Dus vanuit dat perspectief begrijp ik de onderhandelingsverhoudingen. Alleen is het totaal niet in perspectief in mijn ogen in één wat ze Leclerc bieden. Namelijk dus inderdaad een 5-jarig contract. Wel met een evaluatiemoment ertussen, maar oké, een 5-jarig contract, 50 miljoen. Daarmee zet je hem op hoogte van Verstappen, op hoogte van Hamilton. Hij heeft nog geen titel gewonnen, hè? Nee. In 2022 kreeg hij een wagen in het eerste helft van het seizoen tot zijn beschikking om mee te doen. 22, ja, dat gebeurde niet. Het was gewoon niet goed genoeg. Ja. Dit jaar wordt hij net als in zijn eerste jaar dat Sainz erbij zat, uiteindelijk net aan in punten voor hem. Maar toch dat Sainz heel erg dichtbij kan komen. Dat je toch denkt van ja, is dit nou, en daar hebben we het vaker over gehad, is dit nou echt de leider voor Ferrari? En ik heb het al vaker gezegd. Ferrari mist op dit moment een leider. En ik heb ook wel eens een column geschreven. Ferrari moet op zoek naar iemand die dit team kan sturen. Want dat is natuurlijk iets wat Verstappen in zijn tijd bij Red Bull heeft gedaan. Die heeft dat team echt naar zijn hand gezet. En natuurlijk heb je die technisch directeur en Adrian Newey die een hele goede wagen kan ontwerpen. Maar, en dat heeft Newey vaker ook zelf gezegd, hij kan dat niet zonder een topcoureur die heel duidelijk zegt van oké, dit en dit en dit heb ik van de auto nodig. Want je kan een hoop lezen uit data, maar niet wat een coureur er uiteindelijk mee kan. En ik heb het gevoel dat Leclerc gewoon net, hij heeft dat stapje nog steeds niet gezet. En dan vind ik een 5-jarig contract met 50 miljoen per jaar. Ja, want zijn vorige contract was trouwens ook 5 jaar. Hè? En dat heeft hij, als samenvattend, heeft hij het laten zien in die 5 jaar. Blijkbaar wel, volgens Ferrari, om nog een keer zoveel bij te tekenen. En dat is frappant. Nou ja, ik vind wel. En ik vind vooral gewoon disproportioneel hoeveel zij ervoor betalen. Natuurlijk, Ferrari betaalt door de jaren heen altijd meer aan haar coureurs. Alleen hebben ze in het verleden vaak dan een stercoureur binnengehaald. Hè? Of het nou Alonso of Kimi Räikkönen of Schumacher natuurlijk vanuit zijn Benetton-tijd. Ze haalden altijd grote namen binnen om dat team te gaan leiden. En Leclerc is er een die uit de eigen opleiding komt en uiteindelijk op een paar overwinningen na en heel veel poles na nog niet echt heeft bewezen dat hij de toekomstige wereldkampioen is en degene is die Verstappen gaat verslaan. Ja, en wat je ook zegt, het is, ik snap wat je zegt ook met, het is verstandiger om je eerste man lang misschien aan te bieden en je tweede man kijkt daarmee uit. Je noemt ook Con als voorbeeld en dan zit je er echt aan vast, aan 2 gasten. Dan ga je kijken, is het reëel gezien dat ze Sainz niet willen, zo lang willen vasthouden omdat ze Norris op het oog hebben? Daar hebben we natuurlijk al vaker dit jaar over gehad. Ik denk niet per se Norris, alleen wie anders misschien? De positie van tweede coureur, dat zie je natuurlijk ook bij Red Bull Racing, is altijd een positie die je open wil houden. Dat op het moment dat er een groter talent komt, dat je een plek vrij hebt om die binnen te halen. En op het moment dat je, zoals een Alpine, dus coureurs vastlegt voor 4 jaar, dan kan je dus 4 jaar niks doen. En als een coureur dan teleurstelt, dan moet je een flink bedrag gaan neerleggen, wil je zijn contract afkopen. Dus in die zin, normaal begrijp ik dat je dat contract geeft aan Sainz. Alleen het probleem wat je hebt is 1. Sainz heeft de ambitie om de grote man te worden, bij welk team dan ook. Nou, dat is hij natuurlijk niet echt bij Ferrari. Dat voelt hij al een beetje. Dat is ook waarom de geruchten er zijn rondom een vertrek naar Audi. Dit contract helpt daar natuurlijk niet bij. En het contract helpt helemaal niet, omdat het verschil in het kampioenschapsstand en het verschil over een F1-seizoen helemaal niet zo groot is tussen die twee. Kijk, op het moment dat Leclerc Verstappen-achtige verschillen zou hebben ten opzichte van Sainz, dan zou Sainz allang al blij zijn dat hij zijn contract mag verlengen bij Ferrari. Alleen dat is niet het geval. Sterker nog, als hij die putdeksel niet heeft in Las Vegas, eindigt hij waarschijnlijk boven Leclerc in het kampioenschap. Dus de verhoudingen die de verhoudingen in de contracten die worden uitgedeeld staan niet in verhouding met wat er op de baan gebeurt. En daardoor snap ik wel dat een Sainz huiverig is om dit te verlengen. En met heel veel contracten die aflopen en voornamelijk het zitje van Sergio Perez, wat natuurlijk weer vakant is voor 25. Ludo heeft een stuk geschreven op onze website waarin hij vooral Red Bull erop wijst van joh, hou deze situatie even in de gaten. Want ja, weet je, Sainz, daar hebben we het vaker over gehad, zou natuurlijk kwalitatief gezien de beste tweede man zijn naast Verstappen. Maar hij zegt ook dat Sainz zeg maar het mannetje wil worden. Nou, dat gaat daar niet gebeuren natuurlijk. Nou, nooit. Dat is dus de vraag. Maar ja, op het moment dat jij als Red Bull misschien wel een 2-jarige deal met misschien wat meer financiën er tegenaan smijt, dat je hem op die manier zijn eer een beetje strijkt. En natuurlijk met Red Bull gewoon een veel betere wagen ook nog eens tot je beschikking hebt. Perez naar Ferrari. Nee, niet Perez naar Ferrari. Dat lijkt me ook sterk. Hey, sluiten we af met het laatste nieuwtje. Ja, ik vond het behoorlijk zeker klinken. Ik moet jullie zeggen of jullie het ook vinden. Er komt misschien een straatcircuit in Madrid vanaf 2026. Ja, dat is wat. Ja, wat. En Spaanse media melden. En Joe Sauert liet het ook weten in zijn blog. Dus ja, het hangt al langer in de lucht. Kijk, weet je, de F1... Het gaat er al denk ik 2 jaar over. Er komt mogelijk deze week meer een bevestiging. Het Center heeft daar natuurlijk gezeten. Dus er is veel hype rondom Madrid. Weet je, de lokale autoriteiten werken daar ook hard aan om daar een race te krijgen. Dus de infrastructuur in Barcelona is ook niet super. Is ook een circuit waar men wel een beetje op is uitgekeken. Ik ben daar dit jaar ook geweest. En nou ja, je kan nou niet zeggen dat het nog echt aan de standaarden voldoet van die nu worden gelegd, zeg maar. Ja, het heeft nog wel een soort karakteristiek historisch houvast, toch? Dat is de Barcelona. Ik bedoel, F1-purist, vind jij dat? Nou, weer een stratencircuit. Ja, wat weer van Barcelona dan? Weer puddexels die ook. Ja. Heb je dan liever inderdaad als purist zeg maar het Barcelona dan behouden? Ik verwacht een groot lang rechtstuk met dan een haakse bocht. Dan vervolgens een korter rechtstukje, dan weer een haakse bocht. Ja, het is concept, een beproefd concept inmiddels voor de Formule 1 om dit soort steden te willen. Het is leuk natuurlijk, een historisch centrum. De Grand Prix van Barcelona zijn al jaren een beetje saai, maar volgens mij ligt Barcelona nog vrij lang vast, toch? Want dat is ondanks echt tot en met 4 jaar verlengd of zo. Oh, 2026. Ja. Daar zou dan een jaar overlap zitten. Ja. Ik ben zeker niet getrouwd met Barcelona. Ik vind het een vrij saai circuit eigenlijk, zo langzamerhand. Maar ja, of dan een straatcircuit in Barcelona. Misschien Valencia terug of zo. Dat was ook een straatcircuit. Voel ik nog wel spannend. En wat dacht je van Jerez? Ja, Spanje is nog wel entitled, zeg maar, als ik nou mijn puristen hard laat spreken, zullen we dan voor Jerez gaan met z'n allen? Ja, goed, dan volgen we Jan Puristen hard. Ja, goed, of, kijk, weet je, en dit blijft dezelfde discussie als dat je natuurlijk voor Vegas ook hebt gehad. Kijk, je snapt ergens dat ze dan Madrid als mooie stad willen hebben. Maar bouw alsjeblieft gewoon een goed circuit. Ja. Een echt circuit. Kijk naar wat een goed circuit maakt. Kijk naar, weet je, neem Spa als voorbeeld. Weet je, dat gaat op een gegeven moment verdwijnen van de kalender. Maar is natuurlijk wel als circuit een van de beste, zo niet de beste, op de huidige F1 kalender. Gewoon een goede racebaan, ja. En je kijkt naar Silverstone, kijk naar Zandvoort. Weet je, maak zoiets. En dat gaat niet in een stadscentrum. Dus leg hem naast de stad. Ga met een vliegtuig over Madrid vliegen tijdens de race en maak daar nog even shots van, zodat je Madrid nog in beeld hebt. Doe 's avonds nachtshows in Madrid. Laat de coureurs daar optrommelen op donderdag. Het zal allemaal een worst wezen, maar ga racen op een echt circuit. Want ja, en weet je, iedereen zal in de comments weer zeggen, ja, Vegas was een geweldige race. Ja, de eerste keer wel. Ja, net zoals Baku, de eerste keer heel leuk was. En race 2, misschien ook nog. Maar race 3, 4, 5, 6, 7... dat wordt gewoon uiteindelijk zoals je het ook in Qatar hebt, zoals je het ook in Abu Dhabi hebt. En dat zijn dan nog echte circuits. Maar weet je, ja, zet je schrap zeg maar voor de komende 10 jaar als dat zo is. Ja, weet je, die worden dan ook weer voor 35 jaar vastgelegd. Ja, nou in ieder geval, Madrid, mogelijk deze week nog bevestiging. Nou, dan hebben we het de volgende week weer over in ieder geval. Tim, Gandor, dank jullie wel. Kijkers en luisteraars, dank jullie wel voor het kijken en luisteren naar de F1 Vandaag van vandaag. En tot de volgende week. Doei.